El Amdoui. Emanuelsson. Goed direct gespeeld. Suarez. Met een merkwaardige curve die boven Michailov op de lat komt. En vervolgens wordt de kans verprutst door El Hamdoui. Bijna heeft Suarez zijn goal te pakken. Hij schept de bal over Michailov heen. Die iets voor zijn goal staat, maar ook weer niet zo ver dat hij daartoe als het ware uitnodigt. En voor El Hamdoui is het lastig zat met de aanwezigheid van Douglas. De goal voor FC Twente is van Theo Jansen. Die ontsnapt dan de Ajax buitenspelval. En de eerste, de beste, dikke kans voor FC Twente zit erin. De beheersing en de kwaliteit in de linkervoet van Theo Jansen. Het overzicht bij de man die de pas geeft. En weliswaar loopt er een andere Twente-speler terug uit buitenspelpositie. Maar die neemt helemaal geen deel. En zo profiteert Theo Jansen optimaal. Is Stekelenburg geklopt. En staat Ajax in Enschede op een 1-0 achterstand. Suarez naar de eerste paal. De Jong naar de tweede. Komt de bal daar ook? Dat is de vraag. Emanuelsson. De Jong. Niet hard genoeg. En de intikker van El Hamdoui. En het staat gelijk. En zo heeft Ajax binnen no time de achterstand weggepoetst in Enschede. Komt de goal op naam van El Hamdoui. En profiteert die van een slippertje bij Michailov. Want de kopbal van de Jong is wel geplaatst, maar ook weer niet zo hard. Dat je als doelman denk ik toch de keuze hebt om te proberen die bal naar de zijkant weg te krijgen. Hij slaat hem terug het veld in. En dat is met die twee die u nu in beeld ziet levensgevaarlijk. 1-1, El Hamdoui. Suarez ontsnapt aan Douglas. En Emanuelsson en de paal voorkomt dat Ajax binnen de kortste keren van een 1-0 achterstand een 2-1 voorsprong maakt. Luis Suarez. En alweer dezelfde paal. Die eerder ook al voorkwam dat Emanuelsson scoort. Staat nu een treffer van Luis Suarez in de weg. En zo ontsnapt Twente voor de tweede keer binnen korte tijd. Over geluk niet te klagen. De naam Michailov. Ontsnapt ondanks de aanwezigheid van drie Ajaxiden. En veel ruimte opeens voor Rosales. Achterin Shatley. Daar gaat de bal naartoe. Die heeft een open kans. En een briljante redding van Stekelenburg. En het vervolg van Ruiz levert ook geen treffer op. Omdat Shatley de bal niet terugknikt naar de eerste paal. En daardoor eigenlijk Stekelenburg het enige weerwerk op een presenteerblaadje aanbiedt dat hij kan leveren. Geweldige redding. De Jong. De Jong, te hard. Nee, niet hard. Hij zit erin. Het is 2-1 voor FC Twente. Theo Jansen, zijn tweede op deze avond. De kopbal van Chatley zou al een waarschuwing moeten zijn naar rust voor Ajax. Maar het gaat mis bij deze Twente-aanval voor de Amsterdammers. De Jong, die hem zo hard speelt dat er voor een doelman geen tussenkomen meer aan is. Vertongen. De Jong. Suarez. Een rode muur daar. Suarez. Suarez. Oh, de korte hoek. En een vreemde redding van Michailov. Het gaat ten koste van een hoekschop. Ajax houdt er een corner aan over. Suarez. 1-0. En het is gelijk. Een zondagschot van Ion 1-0. Bezorgt Ajax in de 68e minuut
de 2-2. En ook deze voorsprong van Twente heeft dus niet al te lang op het scorebord gestaan. De afstand, ik denk zo'n, wat zal het zijn, 25 meter. Ver buiten bereik van Michailov. Die bal denk ik nu pas ziet. En er daarom ook helemaal niets aan kan doen. De aanleiding, de corner, het resultaat, de gelijkmaker voor Ajax. Kuiper. Supporters van FC Twente oproepen om uw club op positieve wijze te ondersteunen en te stoppen met de oh, de binnenkant van de paal en de... Nee, wel of niet goal? Nee, geen goal. Zegt de grensrechter en daarom laat Pieter Vink doorspelen. Wat een curieus moment waarbij een bal vanaf de zijlijn, ik denk van Kuiper, maar dat moeten we zo wel eens rustig gaan terugkijken, via de binnenkant van de paal weer terug het veld inkomt. En de herkansing uiteindelijk een prooi wordt voor Stekelenburg. De Zeeuw. Suarez, De Jong krijgt een overkans. De Jong kan hem maken. De Jong mist. Krijgt hem in een niet al te makkelijke hoek, maar wel op een presenteerblaadje van Luis Suarez. Iedereen van Twente mee naar voren. Wisgrof probeert tegen Stekelenburg te gaan aanstaan. Al de wereld houdt hem daar vandaan. Daar is de koppel van Doekles. En Stekelenburg met de laatste moeilijke actie, want deze bal wordt van richting veranderd door de schouders van Lindgren en belandt daardoor in de handen van Maarten Stekelenburg.